Zo. Goedenavond. Zit je lekker? Ja? Goeie stoeltjes? Ja. Zijn er nog drummers in de zaal? Ja? Jeetje. Gitaristen? Ja? Wegwezen. U zult zich misschien afvragen, is hij nou zo groot geworden of is dat die smokingjas? Het is de smokingjas. Dat zit zo, die is geweest van Louis. Dat was een hele brede man, drummer van René en de Alligators. In dat tijd toen ik jong was, een hele bekende band. René was een van de snelste gitaristen van Nederland. Had ook de grootste kuif. Dat was heel belangrijk. Louis was het sportieve type. Na het spelen even de kroeg in en wat spelletjes spelen. Polsje drukken, vingertje draaien, kootje rukken, je kent het wel. En op een zaterdagavond was er iemand en die draaide zijn vinger in tweeën. Moest meteen in het gips. En kon niet spelen de volgende dag. Enfin, René die belde alle drummers die hij kende en niemand kon. Ja, ze moesten weg, dus ja, nou ja, ten einde raad maar gebeld. Zo, schuin boven, op het portiek waar zijn schoonfamilie woonde, daar hoorde hij wel eens een jongetje een beetje drummen. Nou ja, drummen. Enfin, hij belde en ik deed open. Ik zag eerst zo'n kuif binnenkomen. Oh, René! Oh. Daar zit hij. Corretje, luister. Mag jij van je mama met ons meespelen vanavond? Ik dacht, nou mama, mag ik... Heb jij je huiswerk af, jongetje? Ja, ja mam. Nou, ga maar. Hè. Dus ik het portiek af. En daar stond al zo'n Volkswagenbus te wachten. Want al die bands reden in een Volkswagenbus vroeger. En deze was dan van de vader van de bassist. Die had een vishandel. Ja, wij naar dat optreden toe. Alleen er was één ding, ik had nog nooit achter een echt drumstel gespeeld. Ik wist ook niet hoe ik het op moest stellen, dat moesten zij voor me doen. En dan kreeg je die veel te grote smokingjas aan. En een veel te korte broek. En daar ging je dan, voor de leeuwen. En ja, nou zou je zeggen, waar heb jij dan al die tijd op gespeeld thuis? Nou, daarop. Dat heb ik al die tijd bewaard. Dacht, je weet het nooit, hè? Kijk. Dit, ja, dat ging je dan met je vader achter op de fiets kopen. Weet je, dat stond in de krant, drumstel te koop, 5 gulden. Kreeg je dit. En daar zat dan nog wel dit bij. Dat wist ik nog niet. Ja, je wilde een drumstel, dus wat deed je? Je ging eens een beetje in het huishouden zoeken of er niet iets te doen was. Nou, naar het deksel van de wasstobben. Hi-hat. Nou ja, een krukje, dat was natuurlijk zo uit de keuken. Hop. En ja, de trommels. Waar maakte je de trommels van? Dan moest je een maand lang je groen en geel eten aan de augurken. En die zette je dan op een standaard van bezemstelen. Zo. En dan had ik het geluk dat er vrij snel een buurmeisje zwanger werd. Dus ik had nog een trommel. Pollepels van ma. Zo. Een paar stoffertjes. En ik hoor mijn moeder nog zeggen. Hè. Zeg, Corretje, wat heb jij toch met die doos hondenbrokken gedaan? Ik zeg, nou, zou niet weten, maar... Even kijken, nou, dat werd dan de bassdrum. Zo. Zo. Nog een deksel. Zo. Nou, wist je ondertussen wel dat dit hier tegenaan moest? Zo. En nou, Nou, dan was je eigenlijk klaar om te gaan leren drummen. En één ding. Beginnen met drummen is uiterst frustrerend en een langdurige zaak. Dat gaat niet makkelijk. Echt, de coördinatie van al die ledematen, dat is zo moeilijk. Hè? Dan moet je even mensen onderscheiden in drummers en normale mensen. Normale mensen doen bijna niets met hun lichaam. Dan kun je wel zenuwachtig lachen, maar dat is echt waar. Echt. Dit is, er was laatst nog een of andere wijsneus die zei, joh, ik heb van de maand nog de hele Kama Sutra doorgenomen, mevrouw. Ik zei, jongen, daar heb je nog geen fuck gedaan, echt niet. Als je dit kunt spelen, hè? Dat, ja, dat is een vierkwartsmaat. Als boem, paats, boem, paats. Dan kun je met de hele wereld meespelen. Dat is de hartslag van de drummer. Als je dit kunt spelen, kun je zomaar 30 jaar bij de Golden Earring spelen. Ja. Maar ik wou daar niet te veel over hebben. Die jongens hadden een jaar rust nodig. En, ja, ik zeg, joh, dat is toch goed, dan ga ik toch eens wat leuks doen, maakt niet uit. Ja. Vandaar dat we dit programma in elkaar hebben gezet met 4 vrienden, collega's, slagwerkers, dames en heren, Percossa Percussion. Percossa Percussion. Ja, ik heb zo'n week of 6 meegespeeld met René en de Educators. En toen moest Louis naar de dokter. Die haalde het gips eraf. Die kijkt eens even goed en die zegt, jongen, dat is niet goed gegaan, hè? Yes! De een zijn koot is de ander zijn brood. Nou, en toen kon ik weer een tijdje meespelen. En het was natuurlijk fantastisch als ons jongetje zo. Jongen, een paar keer per week spelen. En, ja, wat speelde je dan? Nou, veel instrumentaal, veel gitaarmuziek. Als er gezongen werd, dan was het Nederlands repertoire. De Ploem Ploem Jenka. U lacht, u kent het? Ja? Zing eens. Genoeg! Ja, het is eigenlijk een jeugdtrauma. Ja, dat kon helemaal niet meer, joh. Een soort klompen polderline dancing. Oh. Rijtje jongens, rijtje meisjes en zo naar elkaar toe. En zo was je aan het spelen, zag je die muren, zag je dan. Zo naar nee, het was niks. Nee. Wat wel te gek was in die tijd, dat er zulke bands als The Who kwamen. Ken je dat? The Who met Keith Moon. Ja, dat was nog maar een ballet. Ja. Ja. Dus ik dacht, ja, jeetje, als het zo kan, hè, dan je armen zwaaien en alles, die stokken. Ja, ja, weet je dat dit moeilijker is dan drummen? Heel raar. Heel van die mensen die zeggen van... Ik kan maar die stokjes hier... Oh. Gelul. Echt niet. Dit is echt frustrerend. Moet je je voorstellen, hè? Dat is een jongetje zo in zijn kamertje met 10 van die pollepels zo, in zijn broeksband zo. En stumperen, mag niemand zien. Weet je wel, een stoel onder de deur, Luxaflex dicht. Deken over de papegaaienkooi. En dan maar in je eentje zo'n beetje alsof je aan het afzonderen bent, zeg maar. Huh? Oh. Even voor de drummers. Er zijn een hoop drummers in de zaal. Even wat inside information tussendoor. Mag wel, hè? Nou, doe toch. Nou, er is een hele mooie truc. Kijk, je kunt zo spelen, zo. Dat kun je lekker snel spelen. En je kunt ook zo spelen. Dat is dan meestal harder. Je kunt ook afwisselen, maar dan zie je die drummers zo doen van... Oh. Ah, dat is het niet. Dat is het niet. Dus daar heb ik deze voor verzonnen. Kijk, moet je goed opletten. Ja. Heb je hem gezien? Nee? Ja. Zie je? Weet je, ik zal hem even in slow motion doen. Dan zie je het wat beter, hè? Oké, goed. Ja. Even een wat grotere stok. Deze even zo. Nee, even slow motion. Ja. Vinger onderdoor. ja. En op een gegeven moment denk je, ja, een plastic trommeltje. Ja, ik zou nou wel eens, een echte trommel willen hebben. Hè? Zo'n mooie koperen trommel. Nou, hoe kom je daar aan? Kopen, ja. Hele tijd geleden, jongens. Nee, 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 nee. Dan ging je op zo'n trommelvereniging. Zo'n drumband.